goed, ons het gesien, een toename in inkome leid tot een toename in vraag. En symbolisch kan ons sê, een toename in inkome leid tot een toename in vraag. Grafisch kan ons het voorstel, in middel van een vraagkromme, ons het bepaalde vraagkromme, en die toename in inkome leid tot een toename in vraag, en die toename in vraag wordt voorgestel deur een rechtswaartse verskuiving van die vraagkromme. Nou, dit is twee vraagkromme hierso. D en D1. D1 stel die vraagkromme voor nadat daar een toename in inkome was. Hoe verskil die twee krommes? Mens kan ook vraag, of moet ons eerder vraag, wat is die ooreenkomste tussen hulle? Voldoen kromme D1 aan die wet van vraag. Wat het die wet van vraag nou weer vir ons gesê? Daar is daar die inverse verhouding tussen prijs en hoeveelheid gevra. Met andere woorde, as daar een afname in prijs is, leid dit tot een toename in hoeveelheid gevra. As die prijs daal, leid dit tot een toename in hoeveelheid gevra. En ons gesê, ons beweeg van 1 punt op die vraagkromme na een volgende punt op diezelfde vraagkromme. Vraagkromme D het voldoen aan die wet van vraag, so ook. Vraagkromme D1. Maar die verskil tussen die twee is dat teen diezelfde prijs, sê maar een prijs van P1, hoeveelheid gevra, kromme D, is by hierdie punt. Maar by kromme D1, sien ons dat een groter hoeveelheid gevra word. So, teen dieselfde prijs, word het na die toename in inkome, is die vraag groter. Kom ons om op. Toename in inkome leid tot een toename in vraag. Grafisch word het voorgesteld door een rechtswaartse verskuiving van die vraagkromme. Beide hierdie krommes voldoen aan die wet van vraag, met andere woorde, hulle stel een inverse verhouding voor tussen prijs en hoeveelheid gevra. Daar die inverse verhouding word voorgesteld door een beweging langs die kromme. Die toename in vraag word voorgesteld door een verskuiving van die vraagkromme.